Maar zwijg even allemaal gewoon. Ach, gewoon omdat jij wilt kunnen vloggen. Ja! Het is nu donderdagochtend. 9 uur of zo. En mijn buren die hebben af en toe, maar eigenlijk vaak, hele luide seks. Ik weet niet of je het kunt horen. Je moet weten dat dat hier super goed geïsoleerd is en dat wij eigenlijk nog nooit iets gehoord hebben van de buren. Eén keer een baby gehoord die aan het wenen was en van bezoek bij buren of zo. Niks. Dames en heren. Yes! Van Wikipedia. Hallo. Die wazig is. Oei. Kom ik nu op je vlog? Als je kuntje doet, wel. Kunt je er nog? Ah ja, deze. Dat is de klassieker, hè. Ik kan ook aan mijn elleboog klikken. Stond scheef. Wat? Nee, je duim scheef. Ja. Maar ik kan ook aan mijn elleboog likken, dat is al echt waar. Gelooft het mij of niet? Nee. En hij is daar trots op. Ja! Hallo Vincent. Yo, Tanjamus. Ah, ik kom op je vlog. Oh my god! I'm so honored. FaceTime. Dat is officieel de eerste keer dat hij FaceTime opneemt. Dat is niet waar. Ik heb al een keer FaceTime opgenomen toen jij mega zat waard. Hallo Kato. Zeg eens hallo tegen de mensen. Hey, hallo. Ik vraag me eigenlijk af hoe het is om te werken bij een weekblad als het komkommertijd is. Ik zie dan zo'n redactie voor mij met iemand die zegt... Ja, wat hebben we hier allemaal? Silly de Hane heeft een kanarie gekocht. Het is een gele. Doen we. Voorpagina. Zie, die doen het dan ook echt. We hebben hier nog een plaatsje, we weten niet goed wat we er nog in moeten zetten. Wat zegt je? De lijst met mensen die niet zwanger zijn. Goed idee. Ah ja, hier, Nouria van Blind Getrouwd is niet zwanger. Voorpagina. Voilà. Nouria is niet zwanger. Groot nieuws. Ik ben onderweg naar huis en vorige keer heb ik de commentaar gekregen dat ik eigenlijk niet mag vloggen in een auto, omdat ik mijn handen nodig heb om te rijden. Kijk, gewoon handen vrij. De camera staat op het dashboard. Welkom bij voicemail. Huh? Ik ga hem maar eens proberen bij een andere sushi. Misschien in het zijn Sushi Point, goedenavond. Goedenavond. Ik zou graag willen bestellen om af te halen. Kan dat? Ja, zeg het maar hoor. Hebben jullie zo'n combinatie van sushi? Ja, voor hoeveel personen? Voor twee. Oké, en dan ga ik omkomen. Dat zou over, ik denk, maximum een half uurtje zijn. Oké, dat is goed, tof. Dank je. Mag ik nog één ding vragen? Ja. Hebben jullie ook iets van mini-loempia's of zo? Nee, dat doen we niet. Nee, dat is enkel sushi. Oké, ça va. Ja, oké, salutje. Dag. Allee, Jan. Mini-loempia's. Nou, bij die andere sushi kan ik dat wel bestellen. Het is gelukt. Sushi. Wel, super duur. Ik hoop dat het heel lekker gaat zijn. Ik zou eigenlijk graag eens in mijn boot sushi eten. Sushi boot. Kuntje van de dag? Oh, is dat elke dag of wat? Oei, nu weet ik echt geen. Ah ja, ik weet wel een. Hallo! Hey, dag Jan. Sta ik op de vlog? Als je iets leuks zegt, wel. Hey Jan, iets leuks. Goed bezig. Is dat nu nog altijd niet gedaan met dat Pokémon? Oh shit, kijk niet af. Nooit. We zijn in mijn hometown Bree. We hebben een roadtrip van bijna 2 uur gedaan, zoals altijd. En we gaan nu naar het plaatselijke café, waar iedereen zit die hier woont. En dan gaan we misschien nog naar een feestje, waar waarschijnlijk ook iedereen zit die hier woont. Kunt jij aan uw elleboog? Kunt jij aan uw elleboog likken? Wow! Hou wel pijn. We hebben hier twee vloggers. Hallo. Hij heeft een professionele camera. Het enige wat ik heb is een mooie iPhone. Maar dat gaat ook, hè. Jeugdhuis het ouwelke, waar ik vroeger uitging.
Maar zwijg. Oké. We zijn net... Zip het. Maar zwijg. Sst. Mondje toe. Trek raak op slot. Vervelende. Sst. We zijn net naar een lokale fuif geweest in mijn hometown. Bree. En het was een beetje een raar feestje, want op het einde begon iedereen zich uit te kleden. Ik ben nu op weg naar mijn pa om een nieuwe bril te kiezen en om mijn ogen te laten meten, want het is dringend nodig. Het verdict is maandag opereren. En wat? Dat zullen we wel zien. En de sterkte hetzelfde? De sterkte is bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. Een kwartje verschil. Let's go for a new frame. Bril kiezen. Ja. Ja. Nee, groene lagerfout. Nee. Nee. Echt goed, hè? Kan ik zo nog onder de mensen komen? Het gaat tussen deze drie. Eigenlijk twee, want de tweede is gratis. Dus er moet eentje afvallen. Lastig. Ik heb na lang kiezen twee nieuwe brillen uitgekozen. Ik moet er wel een weekje op wachten, dus ik kan ze nu nog niet tonen. Spannend. Ready to hit the Q Beach House. Welkom in het Q Beach House. Ik ga een didgeridoo na doen met mijn mond. Ik ben benieuwd. We zijn ook allemaal toffe mensen. Hallo. Dag toffe mensen. Hallo. Hallo. Film dit even. Dit is veel interessanter dan elke vlog die je ooit hebt gemaakt.